Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Safa Woert. Als je nieuw bent, vergeet zeker niet om mij te abonneren. Hier blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. Het is vandaag maandag, dat betekent een nieuwe weekvlog. Het is maandagochtend. Ik heb me al een beetje klaargemaakt, zoals je kan zien. Ik heb echt twee plukjes gekruld. Ik weet niet, ik had er gewoon even zin in of zo. Ik heb een beetje opgemaakt. Isabel, die ligt achter mij hier. Isabel is lekker blijven slapen, want Isabel is helemaal gezeikt thuis. Want eerst had de broer corona, dan heeft de andere broer corona, heeft zijn moeder corona. En Isabel is meteen huis uitgevlucht, getest, gelukkig negatief. En want anders moest ze alleen in quarantaine zitten met oud en nieuw en zo. Maar ja, je had natuurlijk gehoopt dat je iets eerder naar huis kon, maar het blijft ja. Steeds. Ja, ik had eigenlijk dinsdag of zo naar huis gekund. Ja, maar morgen. Maar moeder corona, dus dan... Dus het is allemaal weer langer. Dus nu blijft ze een beetje bij vriendinnetjes en zo. Dus dat is echt nou, wel gezellig, maar wel kut voor jou. Je wilt natuurlijk gewoon thuis zijn. Ja. Maar ik heb zometeen heel even les. Hoe laat is het nu? Ik heb over 20 minuten of zo les. En dan vandaag ga ik denk even de weekvlog van deze week editen. En ik moet werken vanmiddag. Jij moet niet werken, hè? Nee. Oh, ik heb zo kut gedroomd. Ik heb gedroomd dat mijn moeder was doodgereden. Nee, dat is en, zo kut. En Emiel en Amber. Nee. Dus ik was alleen nog met mijn vader en mijn broer. Nou, het was zo'n kut droom. Echt niet normaal. Ik heb dat ook wel eens gezien. Je voelt je dan zo kut dat je denkt van... Ik wil dat mijn leven stopt gewoon. Ik had dat ook een keer dat mijn vader dood ging. En ik was als enige die zat te janken. Dus boeide het niemand. Ik schreeuwde, waarom boeit het jullie niet? Weet je wel? Ja, nou, ik was zo verdrietig. Jij hebt lekker geslapen. Heerlijk. Lekker alleen. Ja, je is wel lekker op de logeerkamer geslapen. Soms heb je ook gewoon even lekker voor jezelf. Weet je wel, dat je gewoon lekker slaapt. Even lekker alleen. Ja. Maar goed, ik ga denk even naar beneden, jij ook? Ja, ik ga wel even omkleden. Ja, dan ga ik even koffie zetten. Wil je ook of niet? Ja? Ja. Is goed. Doen we een bakje. Doen we even lekker bakje met de malen. Nou, ik had net online les en dat was letterlijk mijn online les van deze week. Ik had alleen nu even een uurtje een coaching. Dat slaat allemaal weer nergens op. Ik heb even een tosti ben ik aan het maken. Voor mij en Isabel. Hoe is het leven? Huh? Hoe is het leven? Ja, best. Ik leef als zwerver deze weken. Ja. Ik heb geen huis. Maar wanneer mag je weer het huis in? Nou, ik denk ik ga pas echt het huis in als iedereen gewoon helemaal beter is. En dan nog heel even nog een paar dagen wachten. Ja. Misschien dat ik deze week gewoon nog niet naar huis ga. Nee. Helemaal kut. Ja. Wat ga jij vandaag doen? Ja, weet je nog niet. Bestelling inpakken denk ik. Oh ja. Maar ik ga dan zo ophalen en dan... Nou, we zitten nu, het is 12:30 of zo. Bijna 1 uur. Het is 2 uur. Huh? Oh nee, 1 uur. Bijna 1 uur. Ja, we zitten nu in de auto, want we hebben gewoon niks te doen. We gaan maar langs de wasstraat. Dus we gaan nu langs de wasstraat. En het is zo koud en kut en bleh. What the fuck? Ik word zo schrijnig. Ik word depressief. Op 50. Ja, wat? Jongens, comment wat de fuck wat? Kan je doen. Wat ja, bakken kan je doen, maar je kunt misschien wel wat bakken misschien. Je kan een rondje lopen, maar het is veel te koud allemaal. Ja. Nou, we waren net heel de tijd live op Instagram. Het was echt gezellig. We hebben even lekker een mukbang gedaan. We hadden mijn handrem zat er nog op. Een broodje bij de keurslager gehad, lekker broodje Benam. Dus hadden we net lekker live gemukbangd. Is er. Dus het was helemaal leuk en nu gaan we weer naar huis. Kijk eens een jas geeft hij wat maar is af. Het snelst? Daar. Oh, daarin. en nu gaan we naar huis. Ik ga denk een weekvlog editen. Jij? Ja, ik ga zo naar Indie denk ik. Ja. Het is inmiddels 4 uur. Ik was net naar huis. Ik heb ook een beetje de weekvlog edit en zo. Ik moet zo meteen gaan werken. En ik heb nog een paar stukjes sushi van gisteren wat over is. Ga ik nu even opeten. En een beetje verder met editen van de weekvlog. Nou, ik heb me even omgekleed, even een trui en een jasje aangedaan. Want ik ga nu naar mijn werk toe. Dus ja, ik zie jullie daarna weer. Oké, ik ben alweer terug van werk. Ik heb even een hamburger en een paar aardappels die ik aan het bakken ben.
En ik heb nog salade. Dus dat ga ik lekker opeten. Morning. Het is vandaag dinsdag. Het is 12 uur, maar ik ben eigenlijk al op sinds 9 uur. Ik heb namelijk een rondje gelopen met mijn moeder. Even actief bezig geweest. Daarna heb ik eigenlijk even een lekker serie gekeken. En even koffie gedronken. Ik kijk de serie The Queen of South. Echt een aanrader. Hele gaaf serie. En ja, het is nu 12 uur inmiddels. Ik ga nu lekker douchen. En ik ga mijn haren wassen. En volgende week ga ik weer mijn haar laten verven door mijn vriendin. Want ik wil het weer wat grijzer. Het is een beetje bruin geworden allemaal. En dat vind ik stom. Ik wil het wat lichter. Ik ga nu eerst even een douche pakken. Haartjes wassen en alles. En dan ga ik denk verder met de website van mijn moeder. De weekvlog afediten, inplannen, uploaden. Blablab. En vanmiddag moet ik weer werken. Ik denk dat het heel druk gaat worden. Want gisteren was het heel rustig. Dus dan wordt de dag daarna altijd heel druk. En die bal blijft vanavond weer gezellig eten en slapen. Dus helemaal leuk. Alright, ik heb me inmiddels gedoucht. Een beetje opgemaakt, niet zoveel. Ik heb gewoon een witte trui aan en een sportlegging. Ik had gewoon even zin in lekker comfortabele kleding. Ik ga nu naar beneden. Ik ga weekvlog editen, verder aan de website. En ik ga ook wat eten. Het is inmiddels 1 uur of zo. En ik begin wel een beetje honger te krijgen. Dus daar gaan we voor zorgen. Deze week heb ik niet echt veel op de planning of zo. Dat is eigenlijk best wel saai. Maar ja, die week zitten er ook tussen. We hebben net vakantie gehad, alle feestdagen dus. Hey, het is inmiddels van 4:30. Ik ben met Isabel. Hoi. We gaan nu werken. Isabel gaat vanavond bij me eten en slapen. Ja. Maar nu eerst werken. Ja. Hoi. Nou, Isabel en ik zijn klaar met werk. We gaan nu lekker lasagne eten. Zitten in de magnetron. Ja, honger, het is bijna 9 uur. We kunnen gewoon niet wachten. Morgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Het is 9:30. Ik ben samen met mijn zus. Hallo, schatten. Wat gaan wij doen? We gaan een rondje lopen. Ja, Isabel is even een broodje aan het maken. En ik ben een koffie aan het zetten. Heb je lekker geslapen? Ja, echt heel lekker geslapen. Toppertje ben jij. Een lekker koffietje. Love it. Oh, je hebt zeker honing. Jeez, ik zie er echt niet uit. Maar goed. Ja, ik had nog een kussen, ja, maar... Nou, ik ben wel een klein beetje. Ik zie er niet uit. Ook niet. Gadverdamme. Nou ja, weet je, beter dan dit gaat het toch niet. Nee. Het zij zo. Oké. Drie. 2, 1. Kan je bellen? Oh, bel. Ik durf niet. Hoezo niet? Heb je een foto gemaakt van de kilometers? Oh nee, dat zou ik zo even doen. Oké. Okay. Oh, ik word heel zenuwachtig ineens. Maar wat ga je zeggen? Ja, ik moet even nu bedenken. Ja. Dit is inmiddels een tijdje verder. Het is rond 3:00. Johan en ik hebben net een mukbang opgenomen. We hadden bij Easy lekker noedels gehaald. Dat is een hele leuke mukbang. Die staat ook al online. Ik ga nu mijn spullen pakken. Want ik ga naar mijn vriend toe. Super gezellig. Zo, we gaan nu naar eten. We hebben hier gegeten op mijn kamer. Ik ga daar eten vanavond. Ik heb mijn spullen trouwens al gepakt. Oh, ik ging even mijn sportspullen nog pakken. Want we gaan vanavond samen sporten. Dat is super goed. Even kijken. Wat ik allemaal nodig heb. Oh my god, ik heb een hartaanval. Isabel liet mij zo hard schrikken. Laat het zien. Laat het zien. Oh ja. Oh, je ziet het niet goed. Ik schrok gewoon zo erg dat ik gewoon niet eens kon antwoorden. Ik heb vanavond lekker sporten. Ik dan? Ik niet. Je bij mij mag ook komen hoor. Ik heb mijn laptop bijna vergeten. Oh my god, ik heb morgen nog... Kak! Wat? Ja, ik moet nog iets verzinnen voor een gruwelijke ervaring in wat er om mij heen gebeurt. Wat is een gruwelijke ervaring van iemand? Ik moet zeg maar allemaal verhaaltjes hebben ofzo. Oh. Ik heb eentje over Indie, dat is een wat goed, is dat? En dat is? Ja, ik weet niet wat het is. Nou, dat heb ik nooit. Allemaal rubrieken of zo. Oh, tijdschriftrubriek. Ja, dat. Oh mijn god. Maar eentje moet wat goed zijn en dan heb je een monumentje of zo. Ja, monumentje had ik wel. Gewoon een heel erg verhaal. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Morning, het is vandaag donderdag. Ik ben bij mijn vriend. Het is echt al vet laat. We hebben echt zo mijn haar de hele ochtend gechilled en niks gedaan. Lekker uitgeslapen. We hebben even lekker een broodje met ei gemaakt. En we gaan nu lekker de nieuwe aflevering van Temptation kijken. Fucking leuk. Nou, wij zijn even een cake aan het bakken. En het gaat zo goed.
Helemaal kijk. Oh my god, guys. I feel so, so bad. Het is inmiddels alweer donderdagavond. Ik ben al een tijdje thuis. Toen ik thuis ging, ging ik meteen eten. En ben ik in bad gegaan. Ik ben net uit bad. Ik heb zo weinig gevlogd voor mijn gevoel deze week. Maar ja, soms heb je dat gewoon, weet je. Dan kun je er gewoon even niks anders van maken. En het is echt zo'n saaie tussenweek. Het is eigenlijk begin van het jaar. Maar wat ik dus met mezelf afgesproken. Dit ben ik begonnen met mijn vriend. Want we gingen gisteren samen sporten. En toen had ik zo'n 7-minute workout app met 7-minute abs, zeg maar, voor je buik. En 7-minute butt voor je kont. En ik wil dit de hele maand januari, dus daar ga ik jullie in meenemen. Elke ochtend gaan doen als ik opsta. Ik heb het vandaag ook al gedaan. Dus dat is heel goed. Dus je bent eigenlijk letterlijk maar een kwartiertje bezig. Als ik dag begin, ga ik gewoon even een kwartiertje sporten. En dan, ja, daar buiten gewoon rondjes lopen en zo. Morgen wil ik ook... met hem gaan hardlopen met mijn vriend en zo. Gewoon even wat fitter zou worden. Want ik merk echt dat ik wat aan ben gekomen. En ik vind het echt heel kut. En dat komt gewoon ook echt door corona. Ik zit alleen maar stil. Ik zit alleen maar thuis. Normaal ben ik overal nergens. Dus dat is natuurlijk ook gewoon een factor dat heel erg meespeelt. Maar daarom wil ik wel gewoon even in beweging blijven. En ik denk dat dit iets wat echt wel iets is wat ik echt vol kan houden. Dus ik ga jullie daar meenemen. Dus dat is wel heel leuk. Ik ga het morgen filmen. Wat ik doe, welke app. En dan zal ik het filmen. Ja. Ik ga nu naar beneden. Ik ga video editen voor zaterdag. Moet online komen. Mukbang met Isabel. Yep, that's it. Het is inmiddels 10:15. Ik ben een beetje mukbang aan het editen. En ik ben ondertussen ook mukbangs aan het kijken op YouTube. En mijn favoriete mukbanger is echt Stef. Ze is Amerikaans. Ik kijk er echt al super lang. Comment alsjeblieft als jullie haar ook kijken. Want ik heb echt het gevoel alsof ik de enige ben die haar kent. Maar ze heet Stef Papas. Ja, en zij maakt zo leuke video's. Ze maakt ook heel veel video's dat ze dingen kookt en zo. En ik weet niet. Ik vind het sowieso veel leuker om Amerikaanse YouTubers te kijken. Ik weet niet wat dat is. Maar dat heb ik altijd al gehad. En ik keek haar al voordat ik zelf YouTube deed. En door haar ben ik echt begonnen met mukbangs en zo. Omdat ik het zo leuk vond bij haar. En... dat ze gewoon echt een top 5 is. Ze is echt zo gezellig en eerlijk. En ze is gewoon lekker normaal nog. Ondanks ze zeg maar best wel bekend is. Ik hoor ook heel vaak dat jullie het gewoon leuk vinden. Dat ik gewoon nog echt mezelf ben en zo. Maar dat is sowieso. Ja, ik snap niet eens hoe je anders zou kunnen doen. Maar oké. Okay. Ik ga lekker kijken. Ik ben bijna klaar met het editen van de mukbang ook. En dan ga ik zo naar bed. Oh my god, het is inmiddels al 10:50. Maar ik ben eindelijk klaar met de video editen. De mukbang, de noedel sushi. Nee, de noedel mukbang met Isabel. Die staat online. Hij is aan het exporteren. Ik dacht, misschien vinden jullie het wel leuk als ik laat zien hoe ik mijn thumbnails maak. Ik heb deze screenshot genomen uit de video. En die heb ik sowieso bewerkt, want dit is... het normale beeld. Zo zag het, ziet het er normaal uit. Dat bewerk ik in mijn video's ook altijd iets meer. En op de thumbnail bewerk ik hem altijd nog meer. Want de thumbnail is natuurlijk het belangrijkste plaatje. Ja, ik open mijn Illustrator bestand. Ik maak het trouwens altijd op Illustrator. En ik bewerk mijn programma en mijn video's altijd gewoon met iMovie. Heel simpel. Haal ik de oude dingen eruit. Ik heb hier nog wat geknipt en geplakt, kan je zien. Ik vind de thumbnails altijd echt het meest kutte, vooral van een weekvlog. En dan maak ik hem vullend. En dan heb ik altijd zo'n wit lijntje eroverheen. En dan verander ik deze naar mukbang. En ik weet nog niet helemaal waar ik dit ga plaatsen, want... wat ik dus heb, is dat die letters zo slecht te lezen zijn... ik ga even uitzoeken hoe ik dit ga doen. Oké, what the fuck. Mijn laptop viel opeens uit. Ik zie als alles weg is, word ik helemaal koud en gek. Want ik ben de hele avond aan het editen al. Godverdomme. Oh my god, thank god. De video is er nog. Maar ja, nu moet ik nu weer opnieuw beginnen met exporteren. Gelukkig had ik bijna nog niks gedaan aan het thumbnail. Maar die moet ik nu ook weer opnieuw doen. Aan de andere kant, het lijkt allemaal zo makkelijk. Maar soms ben je echt... ik ben al gewoon de hele avond... langer zelfs bezig met editen en... ja, dat moet je 2 keer in de week een video plaatsen. Best heftig soms, jongens. Oh my god, thank god. De video is er nog. Maar ja, nu moet ik weer opnieuw beginnen met exporteren. En ik moet
Gelukkig had ik bijna nog niks gedaan aan het thumbnail, maar die moet ik nu ook weer opnieuw doen. What a life. Dit is dus echt de andere kant. Het lijkt allemaal zo makkelijk, maar soms ben je echt... Ik ben al gewoon de hele avond, langer zelfs, bezig met editen. En ja, dat moet je 2 keer in de week een video plaatsen. Best heftig soms, jongens. Oh my god, thank god, de video is er nog. Maar ja, nu moet ik weer opnieuw beginnen met exporteren. En ik moet... gelukkig had ik bijna nog niks gedaan aan het thumbnail, maar die moet ik nu ook weer opnieuw doen. What a life. Dit is dus echt de andere kant. Het lijkt allemaal zo makkelijk, maar soms ben je echt... Ik ben al gewoon de hele avond, langer zelfs, bezig met editen. En ja, dat moet je 2 keer in de week een video plaatsen. Best heftig soms, jongens. Oh my god, thank god, de video is er nog. Maar ja, nu moet ik weer opnieuw beginnen met exporteren. En ik moet... gelukkig had ik bijna nog niks gedaan aan het thumbnail, maar die moet ik nu ook weer opnieuw doen. What a life. Dit is dus echt de andere kant. Het lijkt allemaal zo makkelijk, maar soms ben je echt... Ik ben al gewoon de hele avond, langer zelfs, bezig met editen. En... Oké, ik ben nu klaar met het thumbnail. Ik heb dus de tekst mukbang toegevoegd. Ik heb een chicken wrap en een paar noedels toegevoegd. Ook had Isabel heel weinig noedels op haar stokje. Dus heb ik mijn noedels uitgeknipt. En die bij haar erin geplakt. Heb ik dat voorstukje eruit uitgeknipt. En dat ervoor geplakt. Kijk, ik kan deze bijvoorbeeld ook weghalen. Dan zie je dat het ervoor staat. Dus it's all fake, you know. En ik weet het. Ja, dat is gewoon zo. Want dan staat het mooier en dan is het beter. Dus hebben jullie een kleine sneak peek gehad. Van het maken van een thumbnail. Ik twijfel nog alleen een beetje over deze. Ik kan jullie ook nog heel leuk het verschil laten zien. Deze is niet bewerkt. En dit is de bewerkte mukbang thumbnail. Dus ja, ik dacht misschien wel leuk om aan jullie te laten zien. Hello everybody. Het is vandaag vrijdag. Ik heb mijn sportoutfit aan. Ik ga namelijk de challenge doen. Dat ik heel januari deze workout ga doen. En ik wil het eigenlijk gewoon het liefst doen tot de zomer. Ja. Ik zal even laten zien. Ik heb deze app. Deze app 7 Minute Workout. En dan doe ik de workout Loose Belly Fat. En Butt, Thighs en Legs. Ik doe eerst buik en dan benen. En ik ga het filmen en dan versneld aan jullie laten zien. Mijn hart klopt fucking hard. Maar ja. In ieder geval, ik ga nu douchen, omkleden. Dan ga ik naar mijn werk. Ik ben helemaal dood. Alright, ik heb me gedoucht en opgemaakt. Ik heb deze trui aan. Waarachter Dior. Dior staat. Deze is van Bijbels Fashion. Legging van Naked. En een schoenen van Conquered Fashion. Ik ga nu zo naar mijn werk. Ik moet echt maar 2 uurtjes werken of zo. Dus dat ga ik doen. En daarna komt mijn vriend weer heen. Super gezellig. Dus ik ga snel wat eten en dan ga ik vandoor. Alright, ik ben inmiddels terug van werk. Ik had op werk lekker een sapje gehaald. Sinaasappel aardbei. Is echt my favorite. En ik had een broodje met kipsamba salade. Kipsamba salade, heerlijk gehaald. Dus dat ga ik lekker opeten. En ondertussen serie The Queen of South kijken. Heerlijk serie. Echt een aanrader. Good morning. Het is vandaag zaterdag. Ik zie deze hele weekvlog er gewoon niet uit. Jezus. We zijn lekker aan het ontbijten. We hebben lekker een broodje.
met worst en lekker broodjes gebakken. Een koffietje en een theetje. En zometeen gaan we lekker, gaan mijn vriend hardlopen en dan ga ik mee fietsen. Dus gaan we even sporten, want het is echt super mooi weer. Oké, het is inmiddels 2 uur. We hebben besloten om weer sushi te maken. Want het is gewoon leuk en we vervelen ons en het is gewoon lekker. Dus we willen spicy zalmrol maken in California en minietjes met avocado en komkommer en zo. Dus we gaan even naar de supermarkt boodschappen halen. En ik ga jullie ook laten zien hoe we het gaan maken. Want ik krijg altijd de vraag van hoe maak ik zelf sushi. Dus dat ga ik ook laten zien. We zijn in de auto. We hebben net boodschappen gedaan. Het was fucking druk. Het slaat echt helemaal ergens op. Maar we hebben allemaal lekkere dingen gehaald. Ik ga het zo meteen thuis goed laten zien. En dan ga ik laten zien wat we allemaal gaan maken. Oké, we hebben alle spullen gehaald. Ik heb heel veel video's gekeken de afgelopen week. Hoe je zelf sushi moet maken. Dus we gaan onszelf meer pro maken. We hebben dus zalm. Waar we ook spicy zalm van gaan maken. Met mayo en sriracha saus. We gaan minietjes maken met zalm en roomkaas. We hebben surimi sticks. Wat we lekker met wasabi mayo gaan mixen. We hebben natuurlijk rijst. Bosui voor erop. Komkommer, avocado en nori vellen natuurlijk. En wasabi. En we gaan beginnen met de rijst. Ik ga gewoon de rijst maken zoals het op het pak staat. En we gaan alles natuurlijk gewoon snijden. Dus dat ga ik niet laten zien. Ik ga vooral laten zien hoe we de sushi's gaan rollen en zo. Ik laat je heel even zien hoe je de zalm moet maken. Ik heb de zalm in hele kleine blokjes gesneden. Dan doen we daar wat mayonaise door. Maar wij hebben met yoghurt gemixt, dus iets gezonder. En met sriracha saus dus spicy sauce. Dus gaan we het lekker maken. En dan gooien we bij elkaar. Ik doe het trouwens maar gewoon op gevoel. Doe gewoon even een lepel mayo. Zo, en dan wat saus erbij. Je kan het zo zelf pittig maken als je wil. En dat gewoon roeren. Tada! En dan heb je een soort spicy zalmsalade. We hebben de krab in allemaal kleine stukjes gedaan. En daar gaan we een soort wasabi mayonaise doorheen doen. Dus daar doen we ook een schepje mayo. Dit is iets meer. Nou, zoiets. En dan hebben we dus wasabi gekocht. Dus een beetje wasabi door. En dat gaan we mengen. Ik ga dat even niet filmen, want dat kan niet zo. En dan ziet het er zo uit. Oké, alles is klaar. We hebben reepjes voor de zalm. We hebben dus de spicy zalm. De surimi. De avocado. Ik heb 1,5 avocado en hele dunne reepjes gesneden. En zo uitgelegd, zodat hij op een sushi roll kan. Dan hebben we komkommer. Roomkaas. Sesamzaadjes voor op. De sushi rijst. We hebben alle nori verder door de helft gesneden. Want dat is dus genoeg. Anders heb je veel te veel rijst. We hebben dus de rijst. Bosui gesneden. En ik heb een paar bosuitjes in reepjes gesneden met ijskoud water. En dan gaan ze dus een beetje krullen. En dat is dan leuk voor versiering voor de sushi. Nou, ik ga jullie laten zien hoe het moet. Laat mijn handen een beetje nat. En hier zit rijstazijn in. Zodat je handen niet blijven plakken aan de rijst. En dan pak ik een beetje rijst. Het is best wel warm nog. Maar dat is niet erg. En deze ga je gewoon helemaal betekken. Het hele velletje. Dan gaan we een beetje sesamzaadjes erop doen. Dit wordt de buitenkant. Het is lekker en het ziet er leuk uit. Oh, ik heb trouwens een rolmat helemaal in folie geplakt. Omdat je dus het sushi rol gaat omdraaien. Anders gaat het natuurlijk plakken. Nou, dan draaien we hem om. Netjes tegen de rand aan. Ik ga denk ik beginnen met de spicy zalm. En dan ga ik dat hier in het midden leggen. Dan doen we een komkommer. Komkommertjes. Oké, ik hoop dat het gaat lukken. Het gaat er een beetje uit, maar dat maakt niet uit. En dan rollen we hem goed. En dan heb je een mooie sushi rol. Maar in principe maakt het niet heel veel uit. Zo. En dan ja, goed, zetten we deze aan de kant.
Hier wilde ik dus de avocado leuk opleggen. Even kijken hoe ik dit handig ga doen. Zo. Tadam. En dan ga je dit ook rollen. Kijk hoe leuk dit is, jongens. Dit is toch geweldig? Nou, deze is ook helemaal klaar. Oké, ik heb weer een schaaltje met water en rijstazijn gemaakt voor het mes. Zodat je het wat makkelijker kan snijden. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Dit is echt het spannendste stuk, want meestal valt het dus uit elkaar als je het snijdt. Dus heel voorzichtig snijden. Ik had hier trouwens hele dunne plakjes zalm voor gesneden en erop gelegd. Nou, het gaat eigenlijk best wel goed. Kijk, van binnen ziet het er zo uit. Guys, het is helemaal klaar. Het is echt super mooi. Tadam. En hier hebben we nog een schaaltje. Dit gaan we nu lekker opeten. Het is ons avondeten, dus can't wait. En we hebben deze super leuke sushi. Zo soja schaaltjes die mijn moeder zelf heeft gemaakt. Heel erg leuk. We hebben het net op. Het was echt niet normaal lekker, jongens. Je moet het echt nou maken. Het is echt niet moeilijk als je het gewoon... beetje oefent en zo. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien ja, hoe wij het zeg maar een beetje gemaakt hebben en zo. En dan heb ik nu nog even lekker wijntje. En we zijn Temptation USA het eerste seizoen aan het kijken. Vanavond ga ik gezellig met Isabel wat doen. Toch even kijken wat. Oké, ik ben hier met Isabel. Nou, cake of zo. Gewoon cake. En we hebben weer zo'n lekker koekje. Ik wil jouw eerste reactie weten. We zijn een wijntje aan het doen en van het kaarten. Lekker? Ja. Lekker hè? Dit is gewoon, als je een koekje eet, is dit gewoon precies wat je wil. Gewoon, ja. Hoe kun je het uitleggen? Ja, niet. Lekker. Goed hè? Ja. Hoe? Blue cheese. Ja, hij zit aan. Maar het is donker hè? Ja, dat moet je altijd zeggen. Ja, maar ik ben lelijk van dichtbij. Hallo lieve mensen, dit is de vlog van Sarah. Hoi jongens. Hi. Ja, kijk, hoe moet je in de beeldscherm kijken? Ik rook nu. In de camera. Oh, echt focus. Iedereen in de club doet een necklace. Doe dan, doe de necklace, doe de necklace. Ik moet even mijn peukje in de mond, komt hier. Doe de necklace. De hele in de club, doe de necklace. Hey, iedereen in de club doet een necklace. Hey. Als een meid het doet, is echt niet goed, dus dit gaat niet goed. Ja joh, dat kan hartstikke goed gaan. Doei. Maar je ziet niks. Gooi die fles aan, man. Doe dan, ik heb de telefoon. Zo, boei. Komt ie, hè? Hey. Hey, Isabella, gooi de necklace. Isabella, de necklace. Wow. Oh, joh. Wow. Neutje. Hey, neutje, stil de show niet, man. Lekker pizza. Isabella, necklace. Necklace, necklace. Nee. Het is inmiddels alweer zondag. Het is maandag, joh. Het is alweer maandag. Ik ben gisteren de hele dag bij mijn vriend geweest en ja, mijn vriend moest werken. Ik heb alleen maar een beetje gechilled daar, een beetje gegeten, een beetje bed gechilled. YouTube films gekeken en hij was om 4 uur klaar. Toen heb ik daar nog gegeten, ik heb er nog geslapen. Vanochtend heb mijn vader me opgehaald. Ik ben inmiddels weer thuis, het is 11 uur. Dus ik wil hierbij de vlog afsluiten. Vonden jullie de video nou leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ook zeker niet op mijn kanaal te abonneren. Hierdoor blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. En zet hierbij ook de notificatiebel aan. Dan krijg je namelijk een melding als ik een nieuwe video plaats. Ja, vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Dat is @sarahverwoerd. Ik hoop dat jullie de week vlog een beetje leuk vonden. Ik heb niet heel veel gedaan deze week. Ik heb wel zelf sushi gemaakt, heb ik laten zien. Daar heb ik heel veel vragen voor gekregen om dat te laten zien. Dus dat vinden jullie denk ik wel heel leuk. En ja, dat was het alweer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!